Afgelopen zaterdag heeft de politieke partij Partijluhur een spoedstructurenvergadering gehouden bij het partijcentrum. Ondervoorzitter van de partij Brontuse Mohardjo zei dat de strijd om de zetels van de Partijluhur is. De strijd is om mij als lijsttrekker en daarmee uw partij, de Partijluhur, uit te schakelen. Omdat wij een partij zijn met potentie. Elke zetel die wij vinden gaat van een andere partij afgaan. Wij zijn de enige partij die concrete plannen heeft voor een sociaal, eerlijker en beter Suriname. Onze plannen worden uitgelachen door de elite, door de malafide handelaren. Maar als de president van Guyana mijn plan overneemt, zegt niemand wat. De strijd is om de zetels van Partijluhur. En de oorlog gaat gaan tussen ons, het volk, en de elite die ons uitlachten. Maar nadat de president van Guyana hetzelfde plan had genomen, lachten ze niet meer. De strijd gaat gaan tussen ons, het volk, en de malafide handelaren die al 50 jaren lang 200-300% winst op jullie maken. Terwijl wij Partijluhur goedkoop basisgoederen verkopen. Laat het zo zijn dat na 50 jaar een keertje het volk wint. Broeders en zusters, alles gaat voorbij. Alles gaat voorbij. De grootste keizers, de grootste farao's, hun tijd is voorbij gegaan. Alles gaat voorbij. Er was een farao genaamd Firaun in de tijd van profeet Mozes. Een grootste tiran voor zijn volk. Zijn tijd is voorbij gegaan. Alles gaat voorbij. Ook dit gaat voorbij. Voor de mensen die denken dat ze hun macht kunnen misbruiken. Voor de mensen die denken dat ze mensen als blakkadotten kunnen gebruiken. Dat wanneer ze hier zijn dat ze op je trappen. Ook die tijd gaat voorbij. Ook dit allemaal. Dat we boos zijn, gefrustreerd zijn, omdat we ons voelen misbruikt, gaat voorbij. De tijd dat we verdeeld waren en geen eenheid waren, is voorbij. Wij zijn nu één. Door alles wat er is gebeurd, zijn we hechter dan ooit. Iedereen, 90%, zit in de boot van de eenheid. Over die 10% die buiten is, laten we ons niet meer storen. Die verdrinken. En daarom praten ze zo. Schreeuwen ze zo omdat ze verdrinken. Ik lees het op Facebook. Maar u die in de boot van de eenheid zit, schreeuwt niet. Want je verdrinkt niet. En omdat je verdrinkt, ga je zeggen, ja, ik heb 11.000 mensen. Daarom is onderwijs belangrijk. Daar leer je tellen. Daar leer je een komma zetten. Als je een komma hier zet, is 11 verschil met 11.000. Broeders en zusters, vandaag sta ik hier vol met trots en dankbaarheid voor jullie ondersteuning. We hebben nog 7 maanden te gaan tot de verkiezing. 25 mei, verkiezingen. Dat is het moment voor de mensen die dachten ons te onderschatten. 25 mei is het moment dat hun tijd ook voorbij is.